De voorzitter van de Nationale Assemblée, mevrouw Jenny Simons, die heeft vandaag een topoverleg gehad met de voorzitters van de Partij Lahore, de heer Paul Somaharjo en ABOP, de heer Ronnie Brunswijk. Wat uit de bus is gekomen, daarover praten we met de heer Paul Somaharjo. Heer Somaharjo, mogen we weten wat toch uit dit gesprek is voortgevloeid? Nou, inderdaad, we zijn uitgenodigd voor een fractieoverleg. Daaraan gekomen zagen wij de fractie van ABOP niet. Dat is de heer Brunswijk waarschijnlijk, heeft hij zijn werkzaamheden. En hij is vervangen door de heer B, de heer Panka zag ik ook niet, vervangen door de heer Misikaba. Maar al bij al was een fractieoverleg. We hebben het een en ander gesproken, maar ik heb dan de voorzitter gevraagd tijdens onze afwezigheid. Ik was in Indonesië en zij was in Holland. Zijn er veel onaangename dingen gebeurd in de coalitieverband. Denk maar aan het geval van Nikeri. Mm-hmm. En toen zei ik van nou, ik wil wel toch een bilaterale gesprek hebben met haar. Okay. Ja. En wanneer komt dat gesprek? Nou, ik wacht op de uitnodiging. Dus ze heeft toegezegd, nog geen probleem mee. En dan zullen wij dan gaan uitpraten wat scheef is. Jij moet dan rechtgetrokken worden. Ja. Waarom denkt u de plotselinge aanval op de PL? Nou, ik weet het niet. Waarschijnlijk de groei van de PL. Mm-hmm. Want ja, zijn partijen die jaloers zijn, maar ze mogen niet jaloers zijn, want wij werken. We zijn een partij die nooit slaapt. We zetten ons totaal in alle districten. Yeah. Dus ik wil naar mijn inzien mogen ze niet jaloers zijn. Kijk, we moeten werken voor het volk. Ja. En waar moeten we al die uitspraken van de heer Doekie plaatsen? Nou, ik wil niet erop reageren. Ik heb gezegd, wij zijn PL, we zijn geen DL. Want alleen een dwars gaat reageren op een dwars, anders zie je hem ook als een dwars. Ja. Ja, maar ziet u na 2015 toch wel een mogelijke samenwerking in dit verband? Nou, ik weet niet, want kijk, we hebben nu een overeenkomst gesloten met de NDP tot en met 2015. Ja, tot nu toe met de voorzitter, met de president zelf heb ik niet een noemenswaardige meningsverschillen. Wel, het is normaal dat wij af en toe meningsverschillen hebben, maar echt noemenswaardig hebben we niet. En ik heb zelf gehoord dat de president zegt, het geschil tussen mij en Doekie mag geen inbreuk doen op onze samenwerking. Dus wat ons betreft stellen we ons nog loyaal en optimaal voor de combinatie. Ja. Maar voelt de Partij Lahore zich wel thuis binnen deze coalitie? Of we thuis voelen of we niet thuis voelen. Je hebt een overeenkomst gesloten. Dat kunnen we nu niet zeggen. We gaan aan het eind van de rit evalueren hoe we mee zijn. Of wij dan thuis voelen in deze coalitie. Of we doorgaan of niet doorgaan. Maar feit is, we moeten betrouwbaar overkomen. Wat betrouwbaarheid betreft willen wij hoog houden in onze vaandel. We zijn een betrouwbare partij. Ja. Laat me dan de vraag toch een beetje anders stellen. Vindt u dat de PL binnen deze coalitie toch veel heeft kunnen betekenen voor het volk? Nou, we doen ons best. Kijk, dat hangt van onze opstelling af en de opstelling van de andere partijen. Maar nogmaals, aan het einde van de rit een evaluatie maken in de coalitie of in de oppositie, waar u ook mag zijn. Je bent in de politiek, je moet jezelf inzetten. Kijk, los van de regering hebben we zelf onze eigen activiteiten. Denk maar onze bouwactiviteiten, denk maar onze volkswinkel. Dus onze activiteitencentrum, met andere woorden, we zijn niet afhankelijk van een regering. Dus ik zeg, je moet niet afvragen wat de regering voor jou zal doen, maar wat ga jij voor Suriname doen? Ja. Maar vindt u niet dat veel zaken vanuit een presidentiële commissie is gedaan dan bijvoorbeeld de ministeries die onder jullie zelf vallen? Oh, dat is ook, die ervaring hebben wij, maar we moeten proberen te overleven. Mm-hmm. Ja, kijk, met de RVV hebben wij een die man zit al bij Binnenlandse Zaken. Mm-hmm. Maar ik zeg van, het hangt totaal van je opstelling af. Maar wij zeggen van, zolang we het kunnen volhouden, moeten we doorgaan. Want een overeenkomst is overeenkomst. Ja, maar vaak genoeg wordt de indruk gewekt alsof de Partij Lahore een dwarsligger is.
Nou, die opmerking moet ik wel tegenspreken. Men praat over, als je over die koren bedoelt, dan zeggen wij nee. Kijk, wij zijn ten eerste geen partij die alleen koren geven. We zijn een partij met ontwikkelingsvisies. En als men toch twijfelt aan de uitspraak van Pierre Loer, dan moet men durven de namen te noemen, de namen te plaatsen, wie aanwezig en wie niet aanwezig zijn. Ja, ja. Ja. We gaan nu op naar 2015. Hele belangrijke periode in Suriname. Wanneer begint of is Pierre Loer inmiddels al gestart met hun verkiezingscampagne? Nou, de partij is geen verkiezingspartij. De partij is een ontwikkelingspartij. De partij is niet een partij wanneer er verkiezing komt. Dat is een hallo, hallo, stemmen jullie op Pierre Loer? Nee. Ja. We zijn vanaf dag 1, 00 uur begonnen met de verkiezing. En we zijn nu veel verder gekomen. En daarom zijn wij altijd gegroeid met 100% groei. Wat de partij betreft, we gaan woensdag aanstaande een meeting houden waarbij presentatie gehouden wordt. Wat zijn de mogelijkheden voor Pierre Loer, waarbij ik zelf ga presenteren, ja, welke combinatie het beste is. Een combinatie met bijvoorbeeld NDP, ABOPL, een combinatie met VHP plus, of een combinatie Pierre Loer plus, of een andere combinatie, die ga ik presenteren. Gelet op mijn ervaring zullen wij dat ter discussie brengen, ja, welke het beste is voor de partij, want uiteindelijk gaat dit om Somaliland, het gaat om Pierre Loer in het bijzonder en voor het land in het algemeen. Ja. En voor wat Nikeri aangaat, hoe is de sterkte van PL daar? Nou, zo te zien, als de tenen niet bedriegen, dan zijn we zo goed op 2 zetels. We gaan naar meer. Er zijn 5 zetels daar. Dus niemand moet ons komen zeggen, we gaan zetels verdelen. Nee, wij doen een beroep op het volk. Geef ons de stemmen, opdat wij meer power mogen hebben. Opdat we meer kunnen doen voor het volk. En daar vragen we het volk. En ik heb daar gesteld van, meneer, wij gaan geen enkele partij bedelen. En ook bij onderhandelingen, niet kan, dan kan het niet. U zegt meer doen voor het volk, heer Somaharjo. Wat bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld als je alleen de regeermacht krijgt, je hebt 60 zetels, dan ga je alleen bepalen. Ja, maar als je in samenwerking bent, ja, dan ben je afhankelijk. Ja, of dan moet je rekening houden, ja, met de wil van de anderen. En met meer zetels kan je ook meer druk uitoefenen. Want kijk maar naar de verhouding. Ja, als de mega 23 zetels heeft, dan natuurlijk heeft mega meer inspraak, ja, dan de PL die 6 zetels heeft. En daarom zeggen wij, nou, geef ons naar verhouding dat wij een sterkere partij uit de bus komen. Ja, nu al praat men binnen enkele partijen al over wie mogelijk de president of presidentskandidaat zou moeten zijn. Hoe zit dat met de PL? Nou, bij de PL is het niet zo. Wij gaan niet de beker opeisen. We zijn in de finale. We gaan eerst de wedstrijd moeten spelen. Winnen wij, dan willen wij de beker hebben. Ik ga niet vragen, meneer, ik wil die kampioenbeker hebben. Nee. Wat wij nu kijken is, meneer, je bent in de finale. Je bent een van de 3 grote politieke partijen nu. Misschien wordt u de 15 de grootste. We vragen een totaal eerlijke, oprechte scheidsrechter. In die zin is een onafhankelijk kiesbureau. Die inderdaad onafhankelijk is. Mensen die erop letten, dat waarnemers ook mogen komen. Om te kijken, begin mensen niet te bang te maken. Amerikanen mogen niet komen, die mogen niet komen. Nee, iedereen is welkom. We moeten tolerant zijn. Suriname staat bekend als een land die eerlijk organiseert. Dus we willen niet gedirigeerd worden door geen enkele bureau. Maar het bureau moet dan onafhankelijk zijn. Ja. Wat denkt u dat vooral doorslaggevend zal worden bij deze verkiezingen? Doorslaggevend zal zo zijn, kijk, er zijn nu 3 blokken. Het blok van de NDP+, van VHP+, en eventueel van Pierre+. We gaan kijken of wij een aansluiting vinden bij de A of B blokken. Zo niet, dan maken we onze eigen blok. Maar alles gerekend, als je de zaak goed bekijkt, mensen die de politiek kennen, mensen die goed kunnen analyseren, wat ook mag gebeuren, wil je president zijn, wil je dat worden, dan moet je toch bij Pierre komen. Ja. Houdt de Pierre Loer zich ook bezig, wat de laatste tijd ook veel is in de gemeenschap, dat van de kiesstelsels? Ja, dat houdt ons bezig. De kiesstelsel is
onrechtvaardig. Ja, als je naar de verhouding kijkt van de districten Wanica en de district Coroni. Ja, we zouden graag een landelijke evenredigheid willen hebben. Ja, maar dat moet nog besproken worden. Ja, we willen kijken of we eventueel het initiatief zelf nemen. Ja, ik ben bezig, mijn wetenschappelijk bureau is bezig dat na te gaan. Ja, wat de mogelijkheden zijn. Ja, het moet zo zijn dat elke partij, dat Suriname, dat de stemmers tevreden mogen zijn. Ja. Ja. En u zelf, heer Somahardjo, als voorzitter van de Partij Luhur, bent u tevreden met de prestaties van uw DNA-leden? Nou, met mijn DNA-leden ben ik best goed tevreden, met de ministers ook. Mm. Ja, want ik ben de fractieleider, ik leid de fractie. Ja, tot nu toe hebben ze zich allemaal loyaal opgesteld. De eerste partij, de ministers ook. We hebben tot nu toe geen noemenswaardige klachten. En waar moeten we dat plaatsen wanneer je hoort van mensen in Kommerwijnen overgelopen, PL'ers in Kommerwijnen overgelopen naar andere partijen, Nikeri, idem dito. Is dat gewoon stemmingmakerij? Nou, dat is nu. Nu ga je dat horen. Elke dag, elke nu ga je dat horen. We horen ook dat andere partijen naar ons voorkomen. Maar we zijn op het veld. We weten wie komen. Ja, we hebben een database. We hebben data's. We weten wie er zijn. En daarom durven wij met trots te zeggen dat onze partij gegroeid zijn. Ja, en het is niet nu. Het is altijd zo. Het is bewezen dat we keer op keer. In 2005 hadden we 15.000 zoveel. In 2010 hebben we 32.000 zoveel. En nu verwachten we dat we meer dan 60.000 zullen hebben. Dat hebben we gedaan omdat onze partij een nationale partij is met diversiteiten. We zijn in staat een inheemse in het parlement te brengen. We zijn in staat een Chinese, we zijn in staat een Hindoestaanse. Men probeert het etiket te plakken, meneer, is een Javaanse partij. Maar nee, de Partij is een nationale partij, echt nationaal, met als basis Javanen. Je ziet nu al dat vele Hindoestanen zich bij de Kjalloer hebben aangesloten, Kriolen, Bosland Kriolen, noem maar op. Ik ben trots dat ik erkend word als nationaal leider door deze groepen. Okay. Wat is het belangrijke? Wat zal het belangrijke zijn in het verkiezingsprogramma van de Kjalloer? Nou, we zijn nu bezig. Ja, ik denk dat tegen eind van het jaar wij klaar zijn. Want als wij een programma tellen, dus niet ter wille van een programma. Mm-hmm. Ja, programma kan je altijd maken, kan je altijd zelf overnemen. Het beste programma van Duitsland, het beste programma van Engeland. Mm-hmm. Maar je moet kunnen beleven. Het volk moet het programma beleven. Je moet kunnen waarmaken. We zijn niet een partij met beloftes. We gaan dit doen, we gaan dat doen. Dan moeten we kijken, is het haalbaar? Is het realiseerbaar? Hebben we de nodige middelen? Hoe gaan we de middelen krijgen? En daar zijn we van bezig. Ja. Dus voor dat stukje wat DNA aangaat, mogen we wat PL aangaat, geen problemen meer verwachten? Nee, dat niet. We moeten eerst een goed gesprek hebben met de voorzitter. Want we horen veel dingen, men gaat dat doen, anderen horen wij. Wanneer, als na de begroting worden wij eruit gegooid en al die dingen. We moeten willen klaarheid hebben, wat is de bedoeling? Worden wij alleen gebruikt om, of misbruik om quorum te geven? Worden we alleen gebruikt als franjes? Want je gaat ook zeggen, wanneer de vlieger gaat ook op zonder die franjes, dat willen we graag weten. Dus alles bij elkaar willen wij een duidelijkheid hebben met de voorzitter, want zij heeft de leiding van het parlement. De voorzitter probeert dat te verschuiven naar de coalitietop. Dat dacht nee, parlement is parlement, coalitie is coalitie. Dus daarom heb ik de voorzitter gevraagd, voorzitter, willen wij verder gaan? Geef mij de gelegenheid om bilateraal een gesprek met u te hebben. Duidelijk, heer Somahardjo. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Vandaag, maandag 3 maart 2014, is het kinderboekenfestival voor Paramaribo gestart. De eerste dag is het toch wel een heuse drukte geworden, waar de kinderen toch naar hartelust op een zeer educatieve manier heel wat zaken bijgebracht worden. We staan er met een leerkracht van OS Klevia en dat is juf McLean Kamperveen. Juf McLean, u hebt een beetje rondgekeken. Wat vond u toch wel belangrijk? Wat denkt u dat toch wel belangrijk is voor uw kinderen? Ik vind vooral deze stand heel belangrijk, omdat we eigenlijk die taalactiviteiten. Om welke stand gaat het? Voor stand nummer 6, groeien met taal. Okay. Dat we eigenlijk de taalactiviteiten wat we op school doen, dat ze ook hier hebben uitgevoerd met de begrippen. Mm-hmm. En ik heb gezien ook met de puzzels en zo. Want omdat we ook soms geen materialen hebben, mm-hmm. heeft ook een van die ouders eigenlijk van de oudercommissie puzzels gemaakt van foam eigenlijk.
Dus eigenlijk hebben wij zelf als school zo min mogelijk materialen eigenlijk om met die kinderen verder te werken. Maar hier heb ik gezien, alle begrippen wat we eigenlijk op school uitvoeren, dat dat ook hier wordt gedaan. Okay. Dus zou dit systeem dan ingevoerd moeten worden op de scholen? Ja, toch. Het is eigenlijk een heel leerrijk. Mm-hmm. Maar, en ook dat we ook deze materialen kunnen krijgen. En dat missen we op dit moment. Ja. Dus we kunnen eigenlijk materialen maken, maar ja, hoeveel kunnen we maken? Maar wat doen jullie zelf als leerkrachten om het toch om de leerstof bij te brengen? We gebruiken eigenlijk restmateriaal die we zelf maken. Begrijpt u? En ook met behulp van de oudercommissie, mevrouw Magda, die heeft ook ons geholpen om bepaalde materialen te maken. Dus van restmateriaal. Dank u wel. Graag gedaan, alsjeblieft. We staan er nu met mevrouw Margo Kramp, geen onbekende in de gemeenschap. We kennen haar allemaal van Stichting Suzet, die hier als ondersteuner of partner staat van dit project waarover net juf Kamperveen het heeft gehad. Ze heeft toch wel heel positief gesproken over dit project. Waartoe kan dit project allemaal bijdragen? Nou, waar het uiteindelijk om gaat, is dat we kinderen die nog in de eerste klas terecht moeten, dus leerjaar 3, dat ze maximaal ondersteund worden in de algemene ontwikkeling. Maar ook de specifieke dingen. Dus dat wil zeggen dat dit materiaal niet alleen werkt aan de motorische ontwikkeling, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Maar is ook voorbereidend rekenen, is ook voorbereidend taal. Eigenlijk het hele leerproces, dat stukje voorbereiding van de basiskennis die kinderen moeten hebben. Vanuit de kleuter, zeg leerjaar 1, 2 naar leerjaar 3, de eerste klas, dat uitgaande van wat nu al ontwikkeld is binnen het onderwijs, dit een directe ondersteuning is om de doelen die gehaald moeten worden, want er moeten doelen gehaald worden, competenties gehaald worden, dat die dan inderdaad ook gehaald worden. Omdat uiteindelijk kinderen leren op verschillende manieren. He, je hebt zoveel vormen van leren, zoveel vormen van intelligentie. De juf alleen voor de klas is te zwaar voor de. Daarom is ondersteunend materiaal en ontwikkelingsmateriaal van eminent belang. En hier gaat het om kleuters. Maar met uw toestemming wil ik de kleuterleerkrachten top complimenteren. Die kinderen zijn heel goed in het luisteren. Ze zijn erg actief. Als ze iets niet weten, durven ze te vragen. We hebben vandaag 5 groepen gehad. En dat van misschien 10 jaar geleden, dat die kinderen dan maar kabaal blijven maken. Echt niet. Kijk hoeveel groepen hier bezig zijn met alleen kleuters. En ze hebben het zo gedaan. Dus nogmaals, kleuterleerkrachten, mijn compliment. Ik was er even stil van. Ja. Onderwijs gaat vooruit. Ja. Wat moet er gedaan worden om dit toch wel te implementeren in ons onderwijs? Nou, wat we gevraagd hebben, of wat we samen besproken hebben, is dat wij een experimentele groep gaan aanhouden. Mm-hmm. Dus we gaan kijken hoe dat materiaal verder werkt binnen enkele scholen. En daar waar er eventuele aanpassingen moeten of tussenwerkvormen moeten, dat het officieel ook wordt meegenomen. Omdat je weet, kinderen leren allemaal anders. Helemaal. Dank u wel. Graag gedaan. Het is het kinderboekenfestival, dus het is altijd goed om zelfs van de kinderen te horen wat ze van het festival, de eerste dag van het festival, hebben gevonden en van welke school ze zijn. Goedendag kinderen. Van welke school zijn jullie? Christian Peemans School. En waar is dat? Aan de Charlottesburg. Oké, beginnende met jou. Hoe heet is jouw naam? Shanara. Shanara, heb je genoten? Ja. Mm-hmm. Wat vond je leuk? Boekengeheim. Mm-hmm. Waar we boeken moesten zoeken, boekennamen, ja. Vragen over boeken. Ja. Ja. Kom je elk jaar naar het kinderboekenfestival? Ja, wel. En ga je met je ouders terugkeren? Ja, zeker. Ja. Was dat alleen wat je leuk vond? Ja. Ja. Wat vond jij leuk? Je bent het vergeten. Ja. Ja. En wat vond jij leuk? Ook die boeken dingen. Mm-hmm.
Niets meer, alleen dat? Ja. De rest is zomaar. Het is wel leuk, ja, maar dat vond ik leuker. Ja, en jij, wat vond jij leuk? Ook boeken. En niets meer? Ja. Ja. Komen jullie terug? Ja. Ja. Jij, wat vonden jullie leuk? Boeken te kijken. Boeken te kijken. Ja, maar lezen jullie wel thuis? Ja. Lees je graag? Ja. Ja, wat voor soort boeken? Leesboeken. Ja. Wie leest hier heel graag? Laat me de vingers zien. Ja, en hoe vaak lezen jullie? Hoe vaak lees jij? Elke dag. Elke dag. En wat lees je elke dag? Leesboeken, geschiedenis, waarover we rap hebben. Oké, en waarom is lezen belangrijk? Het is taal voor je toekomst, dat je een beter... Waarom? Waarom is lezen belangrijk? Want ik zag je hem voorzeggen. Om later door te kunnen studeren. Goed, zo, jullie zijn allemaal flinke kinderen. Dankjewel en fijne dag verder. Eerder deze week brachten we u in de huiskamer dat het sterilisatieproject voor honden en katten op maandag 3 maart een aanvang zou, dat men daarmee zou aanvangen. En het is daadwerkelijk gebeurd. Vandaag is hier op het dierenasiel aan de Letitia Friesdelaan rechtdoor tegenover onze Paramaribo Zoo is dan er een aanvang gemaakt met het sterilisatieproject. We staan er met projectcoördinator en dat is dan Farisha Imamdi. Farisha, toch wel, zou je zeggen dat de eerste dag toch wel een drukke dag is geworden? Ja, dat klopt. En we hadden een valschema en tot nu toe is iedereen geweest. En we denken dat de afgelopen dagen ook heel erg druk zal zijn, want ik ben tot nu toe alle dagen volgeboekt. Dus tot en met 10 maart ben ik volgeboekt. Ja. Dus we denken dat we alle dagen een drukke dag hebben. Ja. Hoeveel honden en katten zijn er vandaag gesteriliseerd? We hebben een planning van ongeveer 41 operaties en tot nu toe zijn er 25 gesteriliseerd. Ja. Dus waaronder 1 poesmaar voor vandaag. Okay. Ja. Dus de rest allemaal honden? Dat klopt. Ja. En zoals we net aangaven, de interesse is groot. Ja, heel groot, want er bijna constant mensen om zich op te geven. Maar dat wat ik u zei, het is eigenlijk bedoeld voor het gebied Flora. En mensen eromheen mogen bellen, maar we zetten hun op de wachtlijst. En dan zeggen we ze dat we ze terug gaan bellen. Maar deze week zijn we al volgeboekt. Dus pas volgende week kan men verwachten dat we ze terugbellen. Ja, en de artsen die zijn daadwerkelijk, alle 5 artsen zijn gekomen? Ja, alle 5 artsen zijn er. Allemaal opereren op dit moment. Ja. Ja. En handenvol werk neem ik aan? Heel veel werk, ja. Ja. Wat moeten de mensen vooraf doen wanneer ze hun honden en katten voor jullie brengen? Ze moeten natuurlijk de honden en de poezen nuchter houden. Dat is 10 uur voor het geplande tijdstip dat ze hier moeten zijn. Okay. Ze mogen wel wat water tussendoor, want het is echt te warm dat je ze zonder water laat. Dus dat mag wel. En natuurlijk moeten ze die hond schoon houden. Ze mogen niet echt kouparis hebben of vlooien. Ze moeten gezond zijn, dat vooral. Voordat ze zich opgeven. En ook gewoon een bad geven? Ja, als dat kan wel, mag. Ja. En van de 41 of tot nu toe wat jullie hebben gedaan, alles is succesvol verlopen? Ja, tot nu toe is alles goed verlopen. Ja. Dus net als vorig jaar hopen we dat we dit keer ook geen... er zijn dieren die dat er complicaties optreden en dat ze op een gegeven moment doodgaan, maar... Vorig jaar is dat niet gebeurd, dus we hopen dat het dit jaar ook goed afloopt. Ja, en ik zie dat na operaties in hokken worden geplaatst. Na hoeveel tijd mogen de eigenaren of eigenaressen ze komen afhalen? Nadat ze uit de OK komen, mogen die honden na ongeveer een half uur tot 3 kwartier, wanneer ze bijkomen, mogen ze dan weg. Ja. En voor vandaag antibiotica, zoals je het had gezegd, en voeding weer. Dus vandaag hebben ze al hun antibiotica prikje gehad en hun pijnstiller. Dus vanaf morgen, dus gewoon de volgende dag, moet de eigenaar of eigenaar zelf beginnen met de antibiotica kuur die ze meekrijgen en de wondbehandeling. Daarvoor hoeven ze niet te betalen? Nee, dat is... Alles is inbegrepen in die 50 SRD. Ja, ze krijgen alleen een kap van ons te leen. Die moeten ze dan na 10 dagen weer terugbrengen. Oké. Ja. Dankjewel, Farisha. Graag gedaan. Ja. We staan er met de dierenarts helemaal uit Amsterdam, Nederland. En dat is dan dokter Chris Polane. Heer Polane, wat is uw bijdrage bij dit project? Bij dit project ben ik vooral voor de opzet en de eerste instructies.
zowel voor de dierenartsen als voor de stagiaires. Om ze te laten zien hoe het werk is onder deze omstandigheden in Suriname. En wat er vooral wat er anders is dan in Nederland. En wat is anders hier in vergelijking met Nederland? In Nederland hebben we dus... de honden staan onder veel striktere controle door de eigenaar. Dus we opereren bijvoorbeeld honden die absoluut niet loops zijn. Hier in Suriname mag iedereen zijn hond brengen, dus er zitten ook loopse honden bij. De honden die hier komen zijn veel meer opgewonden, omdat ze dus met een grote groep honden geconfronteerd worden. We hebben ook wat meer last van bloedingen tijdens de operatie. En we hebben ook wat meer last van honden die bijvoorbeeld oververhit raken. Na de operatie, die moeten dan afgekoeld worden. Zo zijn er meerdere verschillen met het opereren in Nederland. En waarom liggen deze zaken? Het ligt voor een deel aan de temperatuur, dat oververhit raken. De bloedingen, dat komt vaak door parasitaire infecties in het bloed, waardoor dus de bloedstolling niet goed is. Het loopse, dat is natuurlijk, een hond wordt 2 keer per jaar loops. En in Nederland zeggen we dan mag je hem niet opereren, want dan heb je meer kans op bloedingen. Maar hier komen we maar 1 keer per jaar, dus opereren we alle honden. Ja, en uw indruk, als u zo de honden ziet, wordt er wel goed voor ze gezorgd? Ik heb de indruk dat het beter is. De eerste keer dat we kwamen, 6 jaar geleden, waren er veel meer ondervoede honden die kwamen. Honden met heel veel kuparis en vlooien. En nu is het, vind ik het een heel stuk beter. Bijna alle honden die ik tot nu toe heb gezien, zien er goed verzorgd uit. Denkt u dat dat komt vanwege een stukje voorlichting? Ja, ik denk dat Surinamers langzaamaan wat beter voor hun honden gaan zorgen. En het gaat er ook inderdaad om, weet men hoe je goed voor een hond zorgt? Want vaak weet men dat nog niet. Bijvoorbeeld het aan de ketting houden van honden is in Suriname nog steeds een... Men ziet dat als iets gewoons. Terwijl een hond heeft gewoon ruimte nodig, vrijheid nodig. Allerlei dingen. Vaccineren tegen gevaarlijke ziektes, dodelijke ziektes. Ontwormen. Middelen tegen vlooien en kuparis geven. Weet je, het zijn heel belangrijke dingen die helaas nog veel te weinig gebeuren. Honden aan de ketting is geen normaal verschijnsel in Nederland? Nee, het bestaat vrijwel niet. Okay. Nee. Ja. U zei dat u de artsen ook instructies geeft voordat ze met hun werk starten. Welke andere instructies krijgen ze van u? We werken hier bijvoorbeeld in Nederland wordt heel veel met gasnarcose gewerkt. Mm-hmm. Waarbij je dus via een tube een gas laat inademen dat de hond onder verdoving houdt. Hier doen we het alleen met injecties. Dat is sowieso al een verschil. Waar ze op moeten letten hier zijn de bloedingen vooral. En de honden in Nederland die gaan na de operatie naar huis en ze worden aan de lijn gehouden. Ze mogen hier niet rennen, niet springen, niet over dingen klimmen. Hier kunnen de honden gewoon op het erf nog steeds van alles doen, waardoor die wond open zou kunnen gaan. Dus hier wordt de hechtingen om de wond dicht te maken, wordt veel meer zorg aan besteed. Want we weten dat er anders een grote kans is dat die hechtingen los kunnen gaan. Ja, en de ruimte waarin men werkt en apparatuur en alle andere dingen die ze voorhanden hebben voor de operatie. Dat in vergelijking met Nederland zou je zeggen van er is toch geen groot verschil wat ze nou de omstandigheden waaronder ze nu hier werken en in Nederland. Nee, daar is geen groot verschil. Dus de narcose injecties die we gebruiken worden ook in Nederland gebruikt. Het hechtmateriaal, het instrumentarium, de manier waarop we het weer schoonmaken en ontsmetten. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met wat we in Nederland doen. En de werkruimte? We hebben een mooie werkruimte. Het is zoals u ziet een heel mooi asiel. Dus de werkruimte is prima. Ja. Wat zou u toch wel mensen adviseren als arts? Vooral mensen met honden en katten. Als ze toch met hun handen in het haar zitten en niet weten wat te doen met hun? Ja. Kijk, we hebben dus 1 keer per jaar de sterilisatieactie, waarbij je voor een kleine bijdrage je hond kan laten steriliseren. Maar in feite, zouden de meeste mensen hun hond moeten laten steriliseren. Weet je, je hebt er heel veel profijt van. Je hebt niet al die mannetjes die op je erf komen. Je hebt niet telkens 2 keer per jaar puppies die doodgaan, die je niet kwijtraakt. Dus ik zou iedereen adviseren om zijn hond te laten steriliseren. Ja. En waarom voelt u zich zo nauw betrokken bij dit project? Ik ben natuurlijk in Suriname opgegroeid. En ik heb vanaf mijn jeugd gezien het leed van de honden hier. Mm-hmm. En
te veel puppies, puppies die doodgaan, aangereden worden. De enige manier om honden een beter leven te geven in Suriname is als er minder honden komen. En als ze gesteriliseerd worden. Ja. We hebben al een dierenasiel die heel veel moeite doet om er het beste van te maken. Maar zoals u het zei, om minder dierenleed te hebben, vooral voor honden en katten. Wat zouden we nog meer moeten hebben in Suriname, Vossen? Nou, het ene asiel is eigenlijk te weinig. Maar goed, het is natuurlijk moeilijk om geld te vinden om nog een asiel te laten draaien. Belangrijk is, het allerbelangrijkste is dat mensen weten hoe ze hun hond moeten verzorgen. Dus die dingen die ik noemde, niet aan de ketting, ontwormen, ontvlooien, medicijnen tegen couparis en steriliseren, vaccineren. Dat zijn echt de basisdingen die een hond nodig heeft. En ja, we doen er alles aan qua voorlichting om de mensen te laten zien, te leren wat het verzorgen van een hond inhoudt. Het is niet alleen maar iets wat op je erf rondloopt, wat je eten geeft. Mm-hmm. Er komt gewoon veel meer bij kijken. Ja. Duidelijk. Dank u wel, dokter Planen. En heel veel succes. Dank u wel. De minister van Justitie en Politie, Edward Belfort, heeft vanmorgen aan een viertal organisaties een geste gedaan. De minister die heeft duidelijk aangegeven dat de gelden om tot deze gestes te komen niet uit een fonds komt, ook niet van elders, maar gewoon uit zijn eigen salarissen. Het gaat om de stichting 1 voor 12. Het gaat om de resocialisatieplan van ex-zwervers. Verder ook nog de Vereniging van Verkeersslachtoffers. En ook nog een artiest die zijn CD heeft overhandigd aan de minister. We voeren u naar het moment waarop de minister de aanwezigen toespreekt. En het eerste geschenk, dat was dan een plasma tv, of ja, een van een grote televisie, overhandigd aan de organisatie voor resocialisatie van ex-zwervers. Het is zo dat ik het werk als minister van Justitie en Politie deels op kantoor doe en deels naar het veld ga. En daar kom je een aantal dingen tegen. Nu is het zo dat ik word uitgenodigd om naar scholen te gaan. Ik ga alleen op uitnodiging en dan tref je een aantal zaken daar die eigenlijk aandacht behoeven. We zitten allemaal hier als volwassenen. En vele van ons die hier zitten hebben kinderen op scholen. En we weten niet wat daar gebeurt, vele van ons. Ik kan niet zeggen, de schooljeugd heeft het heel moeilijk. De leerkrachten hebben het ook verschrikkelijk moeilijk. Met een klein groepje. In elke klas is het zo. Een klein groepje. En zijn voornamelijk de jongens. 2, 3, 4 meisjes zijn altijd zo ook bezig. Dan zijn ze, zoals ik zie, vroeg seksuele rijp. En dan gaat het mis op school. Ik ga wel, ik vertel het verhaal. Ik probeer met mijn verhaal ze tot andere gedachten te brengen. Afgelopen was vrijdag, geloof ik. Nee, donderdag was ik op Blauwgrond, OS Blauwgrond. En ik kan je zeggen, wat ik daar zie komen, is dat wij, die nu hier zitten, samen met de anderen die elders zitten, volwassenen, later van deze kinderen verschrikkelijk last zullen hebben. De jongens nu die in de zesde zitten, anderen zitten in de derde klas. We zien ze niet, maar ze bestaan er wel. Over zeg 10 jaren, dan zullen wij last van ze hebben. Met last bedoel ik, ze zullen ons komen beroven en verschrikkelijke dingen met ons doen. Die signalen zijn nu al ernstig zichtbaar op school. Ik zeg dit voor de camera's van de mensen, de microfoons zijn hier. Ik hoop alleen maar met mijn, mijn doen zo, anderen te bewegen om, ik weet niet wat voor middel we zullen toepassen op de kinderen die op school zitten, om ze op het rechte pad te krijgen. We zijn hier, over x aantal jaren zullen deze 13-jarige, 14-jarige jongens en meisjes, 15-jarige, criminelen zijn en ze zullen ons tot last zijn. Dat is wat ik waarneem op school. Signalen zijn er ernstig. Ik ga en
ben al een paar scholen geweest. Uit ervaring nu, als ik ga, kijk ik naar de gezichten. En ik weet precies, zijn deze jongens. En na mijn speech, dan roept de leerkracht een aantal jongens en warempel. Die gezichten die ik zo heb gezien, staren naar mij, komen naar voren. En ik zeg je, je wilt het verhaal niet horen van die jongens. De leerkrachten zitten met de handen in het haar. Ik ga het niet alleen kunnen. Ze zien misschien iets in mij, maar we moeten dit als een maatschappelijk probleem ervaren. En met z'n allen, zij cameraman of persoon die schrijft of zo, we moeten een middel vinden. En ik geloof er heilig in dat hier in deze zaal enkele mooie ideeën zijn bij mensen. Hou het niet voor jezelf. Je kind zal last ervaren van deze kinderen op school. Anderen komen daar om te pesten. Willen niet leren. Een jongetje van 8 jaar, gelooft u mij. 8 jaar. 3e klas. En hij gaat spijbelen. OS Blauwgrond, ik weet niet meer hoe die straat heet waar die school zit. Helemaal Anton Drachtenweg gaat die jongen. 8 jaar. En hij zegt spijbelen vindt hij leuk. Dan begrijpt hij al wat daar komende is voor ons straks. 8 jaar, zet 10 jaar op zijn leeftijd. 18 jaar. Na nu, hoe oud zullen we zijn? Wat zal van zo'n jongen zijn gekomen? 3/4 broek dat niet eens geschikt is om thuis te dragen. Draag zo'n jongen naar school op badslippers. Anders een uniform hemd is een trui. Dus het moment hij in school is, trui eraf. Hemd eraf. En dan is hij op pad. En zo'n jongetje is een potentiële kandidaat voor crimineel. Maar in zijn loop naar dat pad zal hij misbruikt worden door andere mensen. Seksueel. Wat doe je op straat? Anderen zeggen, ik ga wandelen vanaf Blauwgrond, Kwartaweg op de fiets. 13 jaar. Ik zeg, waar ga je? Ik ga wandelen bij vrienden. Kwartaweg. Helemaal op Kwarta. Je ziet wat er is. Ik ben al eigenlijk landelijk getrokken om een conclusie te trekken dat het een ernstig probleem is dat ons zal overkomen over een x-aantal jaren. Maar we zijn niet daarvoor hier. Maar ik geef u alleen maar aan hoe de zaken zich zullen ontwikkelen. 10, dan wel 5 jaar na nu. Deze jongens die niet zullen slagen van de 6e klas, zullen afgeschreven worden. Een paar van ze zullen geen school vinden, maar ze zullen blijven leven. U zult ze niet zien, ze zijn nog jong. Maar over een paar jaren zullen ze komen beroven. Want ze willen door blijven leven in deze wereld. En mijn hart bloedt. Ik ben zo geweest bij Stichting 1 voor 12 daar. Bij het resocialisatiehuis van de zwervers. Ook bij verkeersslachtoffers. Uit eigen beweging heb ik gemeen om een financiële gebaar naar deze instanties toe te maken. Echter heb ik niet alle middelen. Dit wat ik doe, doe ik uit eigen zak. Omdat ik meegaand ben met wat ik daar ben komen aantreffen. Ze proberen. Mevrouw Hart is ook aan de ene kant ook. Die jongens ziet u niet, maar ze bestaan er. Je ziet de zwervers misschien niet meer, maar ze bestaan er. De verkeersslachtoffers. De mensen die ze aanrijden in het verkeer. Vele van ze leven onder erbarmelijke omstandigheden. En dan is er weer iemand die zegt, ik ontferm mij over deze mensen. Als ik daar ga, zie ik mensen met krukken, een rolstoel. Dat is wat ik zie, maar velen zitten nog in ziekenhuizen. Zitten thuis, verminkt. Niemand kijkt naar ze om. Ik doe een gebaar naar de organisatie. Ik hoop dat anderen mij volgen om te zeggen, ik doe ook wat, zodat ze het een beetje lichter kunnen hebben. Uit eigen beweging, sociaal voelend, doe ik een gebaar. En eindelijk had ik gezegd, elke mama, ik kan niet zoveel trekken aan mij. Ik heb geen pot. Mijn pot wat ik heb is maandelijks wat ik krijg. En dat deel ik met anderen. Ik hoop dat wanneer u ergens komt en beter zult hebben, dat u ook
zoiets kan doen naar anderen toe. Dat is alles wat ik wil zeggen. Ik ga dan over tot de dingen. Ik had om te beginnen bij het resocialisatieplan van zwervers. Ex-zwervers. Ja. Ik ben daar geweest, heel mooi plan. En ik heb gezien, ze hebben geen televisie. Ik heb toen eentje beloofd. Eind januari zou het er komen, we zitten nu al in maart. Maar door omstandigheden kan ik het niet eerder aanschaffen. Ik zeg u, ik doe het met mijn geld wat ik ontvang. Geen pot van justitie komt eraan, uit mijn zak. Dus ik kan het niet eerder doen. Ondertussen heb ik een aantal kindertjes ook andere dingen beloofd om ze te prikkelen te studeren, waardoor ik de eerdere afspraak met 1 voor 12 van mevrouw Andy moet herzien. Want de kinderen, ik moet ze ook iets geven. Ik ga naar die scholen, anderen doen hun best, anderen willen niet. Als ik zoiets zeg van, als je het haalt, krijg je een waardebon van mij, moet ik dat geld ergens halen. Begrijpt u? En dat komt uit mijn zak. Dus waardoor ik het plan eerder hoop dat hij ontevreden wordt. Maar zo probeer ik de dingen te doen met de weinige dingen die ik krijg. Ik heb ook mijn dingen die ik moet doen, maar ik ben best zoals je. Alles wat wij hier willen hebben, is slechts voor dit moment, voor deze wereld maar nodig. Heel veel weggaan, niemand niets mee. Niemand niets mee. Niemand wil daarover praten, maar ik praat steeds erover. Hè. Op dat moment, je lief moet je bedenken dat er een dag komt dat je terug zult gaan. Wat zul je hebben gedaan voor de gemeenschap? Wat zul je hebben achtergelaten? Ik doe het. Kijk, iemand belt mij, had ook gevraagd naar iets. Maar ik kan niet alles. Ik kan niet zeggen. Het is verschrikkelijk. Als ik iets zeg, hulp, want die moet voor water betalen. Heeft een huis gehad. Ik kan niet alles doen. Net, kijk, ze belt. Maar ik kan niet alles. Ik ben maar een eenvoudige man. Sommigen willen misbruik van mij maken. Serieus, ik zeg u, het is verschrikkelijk. Soms doe je iets uit je eigen hart. Iemand zit daar en probeert jou dat op een slinkse wijze te zeg maar, ja, ik wil bijna het woord niet gebruiken, te misleiden om geld van jou af te traggelen. En zo gebeurt het. Daarom zie je dat veel mensen niet willen helpen. Ik ga beginnen bij meneer Amstelveen. Ik had beloofd. Ik hoop dat uw plan slaagt en dat we minder zwervers op de straten hebben. Het is uit eigen middelen aangeschaft voor u. Meneer Amstelveen. Ja. Dat wordt zo overgedragen aan u. Ja, straks. Ik hoop dat ze vlug gebruik zullen maken van dit toestel. En dat hij door mag gaan met het goede werk wat hij doet. Het zijn mensen, ze zijn gevallen door diverse redenen. Maar als mens probeer ik ook daaraan aandacht te besteden. Voorheen was het er niet. Iedereen schreeuwde zwervers hier, zwervers daar. Een medemens staat op. Natuurlijk kan je niet alles doen. Maar ik geef je dit. En ik hoop dat er goed gebruik van gemaakt zal worden. Minister, misschien kunt u even opschuiven naar deze kant voor de camera. Dan weer even die hand drukken, meneer Amstelveen. Meer naar deze kant. Nee, wat u daar net had gedaan. Dus weer die overhandiging even hoe moet dat in beeld brengen. Gewoon weer die hand drukken, dat u het overhandigt. Ja, dat ze het even kunnen. Ja. We doen dit omdat we vinden dat meneer Amstelveen heel goed werk verzet. Het probleem is groot. Elk land zit met dit probleem. Maar op zo'n Surinaamse manier proberen we ze terug te krijgen in de maatschappij. En ik kan u zeggen, meneer Amstelveen is heel goed bezig. Mocht God zegen. De man die maandagmorgen rond 5:45 een vrouw die de weg overstak heeft aangereden, waarna ze kwam te overlijden, is aangehouden. Dat meldt de politie. Inmiddels is ook de identiteit van het slachtoffer bekend. Het gaat om Kamalawati Kusial.
Toen ze de Zwarteroen van Brugstraat overstak op het zebrapad, nabij de post van de Bikers Unit, werd ze aangereden. Nog voor de ambulance ter plekke was, had ze de geest gegeven. De bestuurder van de auto, de 57-jarige AA, is door de politie in verzekering gesteld na afstemming met het Openbaar Ministerie. Hij reed met een rijtoestemmingsbewijs dat sedert november 2012 is vervallen. En met dit incident is de verkeersbarometer gestegen naar 13. De Verenigde Staten respecteert Surinames soevereiniteit en de integriteit van zijn verkiezingsproces. De VS zal niet pleiten voor een bepaalde partij of kandidaat. In deze bewoordingen heeft de Amerikaanse ambassadeur Jay Anania zich uitgelaten tegenover minister Winston Lakin van Buitenlandse Zaken. De twee functionarissen hebben vandaag een ontmoeting gehad nadat president Daisy Bouterse in krachtige bewoordingen Anania's handel en wandel in Suriname had afgekeurd. Enkele dagen daarna bleek dat het staatshoofd op basis van verkeerde informatie zijn uitlatingen had gedaan op 25 februari op het plein van de revolutie. Bouterse heeft de Amerikaanse diplomaat beschuldigd van inmenging in interne aangelegenheden. Minister Lakin heeft op een persconferentie geprobeerd de aanval van president Bouterse op de Amerikaanse diplomaat in rustig vaarwater te brengen. De ontmoeting van vandaag is ook in dat kader geweest. Ambassadeur Anania heeft de gezamenlijke inzet van de VS en Suriname om de fundamentele waarden van de democratie met inbegrip van een verplichting tot vrije en eerlijke verkiezingen te waarborgen herbevestigd. De VS kijkt uit naar een levendige verkiezingscampagne en succesvolle verkiezingen in mei 2015, stelt Anania. Hij heeft minister Lakin bedankt dat deze heeft erkend dat ontmoetingen met diverse verkiezingsambtenaren deel uitmaken van de normale diplomatieke betrokkenheid. Het volgen van verkiezingen in het land waar diplomaten gestationeerd zijn, behoort tot de routinewerkzaamheden. Ambassadeur Anania bevestigt in een verklaring dat hij samen met andere ambassadeleden voort zal gaan om kennis te maken met een breed scala van gesprekspartners onder wie coalitie- en oppositieleden om zo een brede kijk op Suriname te behouden. Petrus Krak, 56 jaar, is in het ziekenhuis overleden aan de verwondingen die hij heeft opgelopen. Hij werd op 25 februari op de hoek van de Tourtonnelaan en de Masonstraat aangereden door een personenauto. Daarbij raakte Krak, die op de bromfiets zat, zwaar gewond. Na de aanrijding is de autobestuurder doorgereden en heeft het slachtoffer in hulpeloze toestand achtergelaten. De grill van de auto is losgeraakt en op de plaats van de aanrijding aangetroffen door de politie. Het gaat om een grill van een Toyota Briefis. De Toyota Briefis is intussen achterhaald en in beslag genomen. De eigenaar van de auto is ondergedoken. De rechercheunit van het bureau Centrum onderzoekt deze zaak. Er wordt gewerkt aan de aanhouding van de auto-eigenaar die vermoedelijk de auto bestuurde toen de aanrijding plaatsvond. Wie informatie heeft over deze aanrijding mag deze doorgeven aan de politie van het resort Centrum op de telefoonnummers 47 77 77 of 47 81 51 of aan de centrale meldkamer van de politie op het telefoonnummer 115. Nogmaals, wie informatie heeft over deze aanrijding mag deze doorgeven aan de politie van het resort Centrum op de telefoonnummers 47 77 77 of 47 81 51 of aan de centrale meldkamer van de politie op het telefoonnummer 115.